Voor de meeste vrouwen is hun trouwdag natuurlijk de allermooiste dag van hun leven. Het is alleen zo jammer dat je die prachtige jurk maar één keer in je leven aan mag. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom wij van meerdere bruidsparen een mailtje hebben gekregen met de boodschap: Winston en Renaat, onze bruidsjurk is gewoon het allermooist. Nou, meer hadden wij niet nodig voor een romantisch duel tussen drie bruidsparen en hun jurken. Hier zijn ze. Romantiek in één keer hier in de piste. Hey, heb jij je hele huwelijk met die hondjes gelopen? Ja, samen met mijn schoonmoeder. Dus dit waren de bruidsmeisjes? Ja. Leuk. Nou, het gaat natuurlijk niet om de hondjes, het gaat om de jurk. Ik moet even naar de details kijken. Al zie ik wel een heel groot detail. Ja, zit verstopt nog. Je bent nu zwanger? Ja. Maar hoe pas je dan nog in jurk? Die hebben ze moeten vermaken. Oh, dat wel? Ja. Hey, hoe lang kennen jullie elkaar al? 11 jaar. 11 jaar. En hoe lang geleden is je getrouwd? 24 mei. Dit jaar? Ja. En gelijk... Ja. Lekker bezig. Hi. Hey, prachtige bruid. Ik ga even aan jouw kant staan, want ik vind natuurlijk alle details. Nou, toen jij opkwam, dacht ik zo, daar komt even wat binnen. Ja. Jij wilde een sleep? Ja, ik wilde een sleep. Was dat je droom? Ja, dat was mijn droom. Voor jou natuurlijk ook vreselijk leuk dat je hem nog een keertje aan kan. Hè? Ja, bracht dat extra herinneringen met zich mee? Ja. Toch wel, hè? Ja. Ja. Nou, nu staan jullie hier. Prachtig. Leuk. Leuk dat jullie er zijn. Oh, ik sta op je sleep. Ja. Beter dan dat ik op de hond sta. Dat klopt, ja. Verstandiger. Well, jullie zijn echt pas getrouwd, hè? Begrijp ik. Ja, klopt. Ja. 15 september. 15 september. En de bruidsmeisjes waren de chihuahuas. Ja, ja, klopt. Tot nu toe nog geen spijt? Nog niet. Kan nog komen. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om dit duel, hè? De jury die moet gaan beslissen welke jurk zij het allermooiste vinden. Kies 1 voor de jurk van Albertine. Kies 2 voor de jurk van Lindsay. En kies 3 voor de jurk van Astrid. Ga jullie gang. Oké, zet de bedragen maar op het grote scherm. 1 hele duidelijke winnaar. De jury heeft een voorkeur. Overleg vast even samen. Zijn jullie de winnaar, ja of nee? Heb je de meeste stemmen gehad, dan speel je voor 1500 euro. Ik denk het wel. Jij denkt het wel? Ja. Ja? Overleg gehad? Ja. Of bepaalt zij sowieso altijd alles ernaast? Ja, ik heb niks te zeggen. Je zegt het raad om niks te zeggen. Herkenbaar. 1500? Ja. Noteren we op jouw scherm. Ja, er wordt hier nog een beetje gesproken. Wat wordt het? 1500. Ja? Ja. Ja, je kan ook eigenlijk niet anders, hè? Nee. Maar toch moet je nadenken, want als je het mis hebt, dan heb je niks. Ja, dat heb ik gedaan. Ja? 1500? Ja. 1500 op jullie scherm. En dan...
werk aan Hoek van 1500. Ja? Ja. Oh, wat mooi. Ja, je bent hier natuurlijk niet voor niks naartoe gekomen. Nee, omdat je vindt dat je de mooiste bruidsjurk van Nederland hebt. Inderdaad. Dus kan je niet anders. Nee, 1500 euro noteren we ook bij jullie. Ja. Ah, een van deze paren gaat met 1500 euro naar huis. En twee paren gaat gewoon met een ervaring rijker naar huis. Maar wel met lege zakken. Zullen we snel gaan kijken? Ja. Daar komt-ie. Albertine en Jimmy! Van harte gefeliciteerd, jongens. En jullie hartstikke bedankt dat jullie er waren. En jullie ook, die zagen er prachtig uit. Geef ze nogmaals een groot applaus.